Nou, dit is een huistuin- en keukenvolkje. Geen specifieke lijn. Kan natuurlijk wel een F1 of een, nou, een F1 denk ik niet, had ik het erop staan, maar een F2'tje van een bestaande lijn geweest zijn. Maar ik zie zelfs al in 2022 geen beschrijving van een lijn. Een veel zwakker volk ook. Ja, dus dat kan ook echt genetica zijn. Echt veel zwakker dan wat we tot nu toe gezien hebben. Ik heb hier weer vier ramen broed, denk ik, aan de linkerkant. Tenminste, het broednest van vier ramen. Nou, voel ik al heel veel voer. Dus waar voer zit, zit geen broed. Ik zie hier helemaal geen broed zelfs. Ja, hier wel, open broed. Het broednest wordt ook vergroot. Dus dit is wel een volk wat in opmars is. Ik heb eigenlijk nu al genoeg gezien. Normaal zou ik hem nu al dicht doen. En niks aan doen. Dus geen honingkamer, niks. Hier zien we een broednest. Nou, dat loopt door tot hier. Dus zeg maar 60% van het raam. Het derde raam. Nogmaals, doe ik echt voor de camera even. Normaal zou ik hem nu dicht doen. Het derde raam, idem dito. Ik zie wel dat de larvies goed zijn aangevoederd. Maar je ziet, de bezetting van de raam is minimaal. Deze hebben het gewoon heel zwaar. Dus het vierde raam nog even bekijken. Ja, ook die heeft 60% voer. Dus dan zie je ook weer dat zo'n koningin gebruikt alle ramen. Ook al heeft ze niet nodig. Dit broednest had ook op twee ramen gekund. Maar doet ze niet. Ze legt altijd in de breedte. In een ovaal vorm. Ze gebruikt de breedte van de boom. Nou, voer hebben ze genoeg. Hoef ik allemaal helemaal niks aan te doen. Ik zou hier zelfs voerramen uit kunnen halen voor andere volken. Maar dit volk laat ik zo. En die krijgt van mij nog 3 weken om te groeien tot een sterk volk. En dan zijn ze pas aan hun woningkamer toe. ...80% broed. Tot hier broed. Alleen het voerhoekje is opengemaakt. Tot aan het gesloten voer. Tot aan het gesloten voer zit broed. Nou, ik zie altijd graag dat daar een voerkrans tussen komt. Dat is een... Niet het liefste volk in de wereld. Maar ook hier is in het najaar een andere koningin ingezet. Dus ik kan haar nu nog niet beoordelen. Hetzelfde verhaal. Achterin nog een klein beetje voer. Eigenlijk exact zoals je het zou verwachten in dit tijdstip van het jaar. In maart, eind maart. Dat ze in het voer aan het broeden is. Dat is eigenlijk het allermooiste. Dan hebben ze nooit honger. Het voer dichtbij. En het laatste raam. Ja, hier zie ik broed. Broed en veel stuifmeel. Ja. Dus deze hebben eigenlijk te veel ruimte gehad. Ze had 1 raam minder moeten hebben. Dan was er veel minder stuifmeel geweest. Kijk even of ze al over het kantraam heen is gegaan. Wat ik niet verwacht, want ze heeft nog ruimte zat. En hier zie ik opengewerkt voer. Ja, ik verwacht eigenlijk niet dat het al vers voer is. Maar nee, dit is echt oud voer. Maar dat is prima. Kijk ik of ik hier weer een geel raam kan vinden. Ja, die heb ik hier. En dat gele raam haal ik dan weer naar voren. Dan zie je ook veel minder bijen onder het volk. En ook deze hebben weer veel voer en deze hebben dan ook nog een half pakje voer over.
die ik ze gegeven had. Deze had ik geen voer hoeven geven. En als ze voldoende hebben, nemen ze het dus ook maar mondjesmaat op. Ze nemen het wel op, maar mondjesmaat. Volken die echt voer nodig hebben, die hebben nu dat voer wat je gegeven hebt al lang en breed op.